Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 3 juni van Weerplaza. Het is een wisselvallige week. Vandaag hebben we wisselende wolkenluchten. Soms valt er een enkele bui. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 15 graden in het noordwesten tot zo'n 22 in Limburg. En daarbij staat een zwak tot matige wind vanuit het westen. Vanmiddag komen vooral in de oostelijke helft van het land nog een paar buien voor. Maar in de tweede helft van de middag blijft het overal droog. En dan is het 19 graden vlak aan zee tot 24 in het oosten. Vanavond is het droog, kunnen we de zon zien ondergaan bij een temperatuur van 16 tot 21 graden. En morgen begint de dag droog. Lokaal kan er misschien een enkele bui voorkomen, maar de meeste buien verwacht ik in de middag en avond. En ze trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Kunnen stevige buien zijn met hagel, onweer en soms zware windstoten. Woensdag een vergelijkbare dag, in het oosten nog zomers warm en vooral later op de dag stevig buien. Donderdag valt er nog een enkele bui en is het minder warm met 19 graden. En ook vrijdag is het nog vrij onstabiel. Dus deze week is het erg onstandsvastig. Mijn naam is Diane Woei van Weerplaza.